Yo, boys en girls, welkom bij weer een nieuwe FIFA video. En vandaag gaan we weer OHL carrière modus doen. Ja, dus de eerste in april. Spelen dus tegen Ser Club Brugge. Dan hebben we Ugbo, Bamba, Hotic, Lopez, Hojas, Vitinho, Bates, Marcelin, Pavlovic, Biancioni en Didion. En we hebben natuurlijk de topscorer van 1A. All eyes on 135 doelpunten heeft hij gescoord in de 1A Pro League. Can he add to his total today on EA TV? Het is in het Waldstadion. Jan Breidel stadion. Dus we hebben twee keer zijn op een jaar en dat hebben we nu de tweede keer. Het is de 9e match als ik speel, zo ik weet niet. 8e en de 9e match. We zullen wel zien hoe ver we gaan komen. Just gespeeld de wedstrijden. Tuurlijk. Ja, inderdaad. Didion, Biancioni, Pavlovic. Dan zie je jullie alles om Becker. Dan gaan we nu zoiets door naar de opstellingen. Naar de teamsheets. De teamsheets. Nu. Hier. Didion, Biancioni, Pavlovic, Marcelin, Bates, Vitinho, Lopez, Hojas, Hotic, Bamba en Ugbo. We spelen met een 5-3-2 aanval. Van de 5-3-2 opstelling. Inderdaad. Bij OHL zijn Alisson, Barnabas, Besche en Gawa, Jamelka, De Noorde, De Voer, Hubert, Vlieting, Mercier, Nubisi en Harry. En we spelen met een 4-2-2-2. En verder een 4-4-2 in het... Ja, we spelen met ongeveer met een ruit. En we zijn vertrokken in de eerste wedstrijd van... Ja, van oktober, of in november juist. Mercier naar Thomas Harry met 1-0 op Ser Club Brugge. Jazeker, wat gaat hier nog van komen? En Thomas Harry is helemaal van wat gezien. Oké. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Inderdaad. Wat een geweldige resultaat. Maar eerst even prachtig doelpunt gemaakt. Wat vind je van zijn wedstrijd? Ja, hij was vandaag gestoppen, inderdaad. Ik heb gezegd, jullie winstreeks blijf verder groeien na de wedstrijd. Maar vandaag, hoe lang heb je hier weer door te gaan? We gaan door tot het einde, inderdaad. En als het lukt, lukt het niet. Ik had eigenlijk geen spannende wedstrijd meer verwacht. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Het is geen uitdaging. Ja. Het is geen uitdaging.
En nu moeten wij naar... Moeten we thuis tegen... Thuis tegen Anderlecht. Dat is een moeilijke wedstrijd worden, maar we gaan hem winnen. Dus we zijn dus met 5-1 voor Anderlecht. En ja, Tom Harry, wat een geweldig resultaat. Dat is wel. Dat is wel. Harry was vandaag niet eens op wat ze dacht. Harry is een superster, inderdaad. En ja. Harry is een superster. Harry is een voorbeeld. Gefeliciteerd jullie winstreeks, blijf groeien na de wedstrijd van vandaag. Hoe lang hoef je ermee door te gaan? We stoppen niet, we gaan door tot einde, jongen. En hopelijk gaan we door tot einde, inderdaad. Inderdaad, we gaan gewoon door. Hoe voelt het om het lot van Anderlecht te bezegeld hebben? Door het resultaat van jouw team zullen ze waarschijnlijk degraderen. Er is geen competitie. Het is een competitie, zo dat ik het ook zeg, het is een competitie. Yes, you're good. En deze was dus de video. En bedankt voor het kijken naar deze video. We hebben vandaag Cercle Brugge verslagen en we hebben vandaag Anderlecht verslagen. Cercle Brugge met 0-15 en Anderlecht met 15-1. Wat ons brengt op 33 punten. Dus eigenlijk 11 wedstrijden gespeeld en allemaal punten. En ja, 11 punten, 11 wedstrijden gespeeld, 33 punten en een doelsaldo van 217 en 220 doelpunten voor en 5 tegen. Terwijl dat Brugge 21 doelpunten voor heeft, maar 28 tegen. Dus ja, ik denk dat dit wel een leuke kans is.
En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik weet het, er zijn de afgelopen vier, de afgelopen twee wedstrijden, zijn er de afgelopen twee dagen, na twee weken, zijn er maar, zijn er elke op dinsdag en vrijdag, zijn er dan veel video's aankomen. Gewoon omdat ik nu momenteel in Brazen zit en ik moet content hebben en FIFA. Dus bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Altijd Dylan en hier zit jullie auto. Ja, joe!